Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatarlog met Sander van Gaming SB. Van die SB die wel eens spelletjes doet. En het spijt me. Dit intro moment vind je misschien niet heel erg leuk. Oh, dan knip ik hem gewoon uit. Nee? Oké. Ja, ik vind het best. Nee, Sander. Ja. Wel super chill dat we Fly hebben gekregen de vorige aflevering. Ja, dat klopt. Dat zag ik. En toen deed ik nog zo van... Oh, Poch. Maar... Toen deed jij zo van Ferry Poch. Ja. Maar waar moeten we naartoe vliegen eigenlijk? Oh, we moeten eerst gewoon naar beneden lopen. Nevermind. Dat hoeft niet, hè. Ik heb gewoon van die berg afgevlogen naar het stadje. Even geheeld en toen gewoon verder gelopen. Ook. Maar ik kijk direct of er nog wat Pokémon zijn. Een Regieyes. Oh, nee. Ja, dan... die doet zo meteen self-destruct. Waarom moest ik ook kijken? Hé, hey, laat ik even kijken of er nog Pokémon zijn. Hey, je mag Regieyes wel. Shit. Ik ben al van hem weggerend. Maar zou die zitten in één quickball? Ik denk het niet. Nee. Dus hij heeft alleen maar Explosion, dus waarom zou ik hem willen? Omdat het een Legendary is. Oké, fair point. Ik kom hem wel nog een keer tegen. Ik laat het aan jou. Ik ben inmiddels op route 8. Ik loop natuurlijk alweer voor nu. En weer flexen. Kijk, dit is waarom ik dat deed. Het intro moment. Je bent wel benieuwd. Hier heeft de hoogste defense. Oké, maar oh ja, maar als ik switch. Oh wacht, ik kan runnen. Hopen dat ik hem nog een keer tegenkom. En dan degene met de hoogste defense voorop zetten. Zodat ik misschien niet doodga. Dat is op zich een idee. Wow, ik ben niet compleet achterlijk. Nou, maar grotendeels wel. Nou, dat. Nee. Dat zeg ik ook niet. Ik zei alleen dat ik sowieso niet compleet achterlijk was. Oh, ik krijg TM voor Sacred Sword. Oh, doe maar weer duur. Oh, een floatsel. Volgens mij heb ik die al. Hij zegt niet eens voor. Dat is echt vet, Milan. Cool dat je die hebt. Nee, dat zegt hij niet. Oké. Je bent echt onaardig vandaag. Hoe is dat? Dat weet ik niet waarom je onaardig bent. Je doet het zelf. Ja, je hebt hem door. Ja. Ik heb al een floatsel, ik hoef je niet. Zo, ik wil de Regieyes. Het kan nog steeds trouwens zijn dat mijn voorziet straks doodgaat. Een Jigglypuff. Jigglypuff. Oh, die. Ken je die? Nee, die ken ik. Ah, ik ook. Nice. Volgens mij kan je hier in de buurt zometeen fossielen laten uitkomen. Volgens mij heb ik zelfs een fossiel. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik ook. Oh. Poch? Ah, ik weet niet hoe ik deze moet evalueren, maar misschien kan het wel. Welke? Sneasel. Sneasel? Ja, ik volgens denk mij dat via dat een kan. Item, maar ik weet niet precies hoe dat werkt in deze game. En ik weet ook niet welk item. Het is de Razor. De Razor Claw, kan dat? Volgens mij wel. Oh ja, dat zal wel. Als ik mezelf hit, ben ik echt genaaid volgens mij. Yes! Ik heb een Sneasel. En een Dark-type, die had ik volgens mij ook nog niet. Dat is ook wel chill. En ik kan hem direct in mijn team doen in deze game, dat is ook wel chill. Huts. Waarom hebben ze dat niet gewoon in eerdere generaties al toegevoegd? Sneasel, even denken. Wat is een goede naam voor... IJskoud. Oh, wacht, ik had al... Oh, ja, je had al een IJskoud. Ik had nog geen Dark-type, dat was hem. Maar je hebt wel een IJskoud, toch? Of niet? Ja. Ik kan deze nu heel flauw Nielsen noemen, maar... nee. Noem een Weevil Underwood. Ken je die?
Nee. Oh, die is van Yu-Gi-Oh! Maar heb je nooit Yu-Gi-Oh! Gekeken? Jawel, maar ik kan me er echt heel weinig van herinneren. Ik wil hem wel ooit nog een keer opnieuw kijken. Ja, zeker de moeite waard. Tenminste, de Yu-Gi-Saga dan, hè? Ja. Maar nee, je hebt zo'n gast die heet Weevil Underwood en die heeft allemaal van die bug kaarten heeft die. Ik weet wel niks beters. Maar schrijf je Weevil dan zoals je Weevil schrijft? Ja, ik zou dan gewoon Underwood doen, anders past het niet. Ah ja, tuurlijk. Underwood. Wood, hè? Als in W-O-O-D. Oh, wood. Ja. Als in... hout. Ja, getting wood. Ja. De Minecraft achievement natuurlijk. Yep. Ja, misschien moet ik nou ijskoud weg doen, maar dat is ook wel pijnlijk, hoor. Ja. Het is ijskoud. Moet toch. Oeh, een Zwylus. Ja. Ik moet echt ooit nog een keer dat liedje leren voordat deze serie afgelopen is. Ja. Faint Attack. Oh, dit is de Faint Attack dat je hem anders schrijft. Niet meer met AI. Ik nou, had volgens mij is het in elke game met AI, alleen weten mensen dat niet. Nee, volgens mij heb ik letterlijk... ik heb letterlijk een vibrava gevangen die Faint Attack met AI had. The fuck? In mijn dinges. Volgens mij is dat echt veranderd. Of... ik heb het verkeerd gelezen, dat kan ook. Dat vind ik ook. Ik ben nu wel benieuwd. Wacht eventjes, jongens. Als ik niks doe, don't blame me. Ik ben even iets aan het opzoeken. Oh, want hij loopt dan niet al ver genoeg achter. Nee, volgens mij niet. Wacht even. Ja, Faint Attack is in Gen 3 met AI. Volgens mij Vibrava die Faint Attack heeft. Zie, ik wist het wel. En hij maar zegt, nee, dat is gewoon hetzelfde hoor, dat weet ik honderd. Oké, dat zei je niet, maar... nee, wat is dat nou voor een onzin? Je zei wel, volgens mij... maar dat is niet hetzelfde als 100%, dat geef ik. Oh nee, Festival Plaza. Nee. Ik bedoel, oh nee. Ik haat Festival Plaza. Wie niet? Ja, daar is geen antwoord op. Ja. Er zijn weinig mensen die daar... ja, degene die Festival Plaza heeft gemaakt waarschijnlijk. Oh, ja, alleen die. Dat is ook echt de enige, denk ik. Wow, ik kan rijden op Charizard. En deze gast vindt dat super cool of zo. Oké, leuk. Dat was het. Er komt gewoon een gast met... hey, cool dat je kunt rijden op Charizard. Nou, dat is aardig. Wat random. Waarom? Waarom zit die dialog erin? Wat een haat naar de dialog opeens. Sander, weet je dat ik nog steeds fucking salty ben over aanstaande woensdag? Ja, dat snap ik ook wel. Ik zat terug te denken, hè. Mm-hmm. Eraan van, oh, woensdag komt dat gewoon. Maar ik weet nog, op een gegeven moment had ik practicum. Want practicum ging gewoon door. Ja. Op school. En toen was het dus ook woensdag middag om 3:00. En toen dacht ik ook van, kut. Ja. Ik heb hem niet nu. Toen dacht ik... daar moest ik ineens aan denken van... oh ja, ik heb dat ook ooit gehad. Nu weet ik hoe Milan zich voelt. En ik vind het wel kut voor je. Ik had zo... als het morgen was geweest... dan had ik hem gewoon kunnen kijken, maar... echt? Ja, ik ben morgen vrij. Morgen Mario Party? Let's go. Morgenmiddag, ja, dat is goed. Ja. Dus echt... ik ben echt goed in niks gepland hebben... en dan toch ineens allemaal dingen. Ja. Yeah. Elke dag denk ik ook weer van... oké, nu ga ik echt eventjes goed veel afleveringen opnemen van Shuffle. En elke dag wordt het er minimaal één. Want elke dag plan ik ineens weer dingetjes.
Maar ik wil wel echt eventjes bulk recorden, want op een gegeven moment gaat school weer beginnen. Ja, en het wordt ook nog eens fysiek, dus ik wil wel oprecht eventjes flink bulk recorden, maar... Ja, ik heb wel nog een aantal weer dingen. Een Milan naar je hoofd zeuren die we afleveringen wil opnemen. Nou, dat is op zich niet erg, want... Ja, het is ook leuk en gezellig, maar... Dat is zeker waar. Ja. Dus. Dus. Ik ga eens kijken wat er in mijn fossiel zit. Volgens mij kreeg ik charge, als ik het goed gelezen heb. Ik lette niet echt op, omdat ik druk bezig was met Mario Party plannen. Ja. Oh, ik heb zelfs twee fossielen. Twee fossielen, nice. Ja. Het enige lastige voor ons met fossielen is dat als ze niet de juiste type zijn, dat we ze toch niet mogen gebruiken. Ja. Ja, fossiel heb ik. Er staat dat ik Kabuto krijg. Maar dat weet je wat ik ook raar vind? Ja? In oudere games zitten pokeballs apart van de gewone items. In deze game niet. Nee, dat is wel raar, ja. Ik heb trouwens een Lickitung. Oh, ik had Spite. Oh, Lickitung? Nice, yep. Die mag je. In principe. Even kijken, waar kun je ze recover? Hoe ga ik in dit uitleggen? In de EVE Foundation. Nee. Hoe ga ik dit uitleggen? Moment, hoor. Heb je de kaart onderin? Ja. Zie je... want je bent wel boven die route, hè? Door die tunnel heen, of niet? Ik ben bij die EVE Foundation ding. Oké, ja. Als je de route uitloopt, zeg maar... dan kom je op een gegeven moment in een bocht. Hij zit in die bocht, zeg maar. En dan een klein paadje. Oké, dus eigenlijk links... de bocht links... Ja, en dan aan de rechterkant van die bocht, zeg maar. Ja, oké. Okay. Nee, maar dan vind ik hem wel, denk ik. Is dat ook waar dat opstapje zit? Dat zie ik op de map, hoor. En opstapje naar boven. Nee. Dat is nog iets verder naar beneden, daar. Oké, okay, maar dan vind ik het wel. Ik weet nu ook waar ik moet zoeken, dus dat scheelt al een hoop. Situai. Oh, een Zorua. Die mag ik niet gebruiken, volgens mij. Volgens mij is die pure dark. Die is dark en... Ja, ik denk pure dark. Yeah. Je bent mijn superheld, mijn rockster. Je bent mijn beste vriend. Is Zoroark ook alleen maar dark? Ja, denk ik wel, toch? Hooguit normal erbij, want ik zou echt niet weten wat hij nog meer zou... Nou, ik dacht misschien is hij nog fighting, maar hij is pure dark. Oké, deze mag ik niet gebruiken. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk... Met fossils is dat niet heel veel anders dan met encounters, zeg maar. Mm-hmm. Je mag ook gewoon elke fossil één keertje... Ja, het enige nadeel is dat normaal is een fossil een guaranteed encounter... Behalve als het een static is, maar dan kun je hem als token gebruiken. Dat heb je nu niet, maar ja, daarvoor mag je wel in een route meerdere keer proberen te vangen, dus. Ja, precies, omdat het een aftallok is, zeg maar. Ja. Ja. Oh, niet faint attack, ik wil ice attack doen. Ice wind bedoel ik. Ik kan niet eens... Oh. Well, that's good. Dood? Ja. Welke? Underwood. Wow, dat is echt kut. Ik wil eigenlijk goed nieuws zeggen, maar ik weet niet of ik dat nou nog durf. Hoezo? Ah, omdat je anders misschien... Je zit nu in een boze flow, dus ik dacht van... Ik ken hem amper. Ik bedoel, ik heb hem één keer gebruikt. En dat was de keer dat hij doodging. Ja. Rap. Dus, nee. Nee, ik heb echt nul band met hem. Nee. Oké. Okay. Ook alweer heel hard om te zeggen, zo. Arme Underwood. Eerst dat ik hem doodgaan en dan zeg ik dat ik geen band met hem had. Wat grappig was, bij de nieuwe Pokémon Center... kon ik weer een fossiel kopen. Dus ik heb nu een derde fossiel. Dat is een Mincino die ik in theorie wel zou mogen gebruiken. Niet dat ik die wil gebruiken, maar het kan wel. Nee, dat snap ik.
kan ik vind deze dit wel een paddy. Ik ga een paddy noemen. Paddy de Mincino. We zijn gewoon al bijna bij de vierde trial, hè? Ja, dat is wel heftig, man. Zitten die trials zo dicht na elkaar? Ja, de derde en de vierde? Nou ja, die tweede die was ook heel vlak voor de derde. Daar kwamen wij vandaan. De vorige aflevering begonnen we daar, zeg maar. Dat we die net gedaan hadden. En toen hadden we de derde meteen gedaan. Ah. Ja, dus die zitten klopt, alle drie gewoon derde. Echt na elkaar. Ja, dat komt. Dit is natuurlijk één eiland. En daarna duurt het weer even voordat je dinges krijgt, zeker. Yep. Ja, oké. Okay. Maar alsnog. Dat hebben we wel vaker in Pokémon games. Maar ik heb het gevoel dat in latere Pokémon games de timing veel meer ongelijk is. Maar nou, dat kan ook aan mij liggen. Ik weet niet of je ooit Johto hebt gespeeld. Dat is waar. Ja, oké, okay, dat is waar. Kijk, ze hebben het altijd wel een beetje dat een aantal gyms dicht bij elkaar zitten. Mm-hmm. Maar vooral bij X en Y en nu Sun en Moon zit het echt, echt dicht bij elkaar. Maar ja, dat is bij Johto in. Ja, alleen bij X en Y, dan heb je tussen gym 1 en gym 2 zit zo'n groot gat. Dat is echt niet normaal. Tussen gym 1 en gym 2. Ja, dat is echt raar. Oh, Hou gaat tegen me praten. Oh, weer als je een trainer battle gaat doen. Ik wil alleen even healen, gast. En wat wou jij zeggen? Hou je bek? Ja. Nou, ja, eigenlijk wel. Oh, ik weet al waar het is. Dat spul. Oh, wat? Oh, ik kan meer dingen kopen in de Pokémarkt. Oh, okay. Sander, ik zal in ieder geval alvast tegen je zeggen dat je me niet hoeft te vragen wat je moet doen bij de trial, want ik weet het ook niet. Is dit die zoektrial? Please zeg nee, please zeg nee, please ja, zeg nee. Ja, je moet hier... Ah, fuck. Die Magoberry... Ja, die is kut. Met die foment is toch? Ja. Is dit? Ja, die is kut. Citrusberry? Oké. Okay. Splashplate? Ah, op zich voor de rest niet heel veel goed. Reaper Cloth? Oh, dat is voor Dusknoor. Oh, dat klopt, ja. Die Reaper Evolutie, Cloth. Natuurlijk. Is het hier bij dat stenen plateau-achtig iets? Het is echt gewoon een gangetje uit de route, zeg maar. Je ziet hem op de kaart ook, zeg maar. Dat is zo'n donker gangetje het bos in, zeg maar. Voordat je bij de Pokémon Center komt. Oh. Ik dacht dat dat al de trial was. Nee, die zit daaronder. Maar ik zie het nu ook, want daar staat inderdaad... Ja, ik zie het. Hé, hey, gast, hoe is hij? Fossils? Ja, volgens mij wel. Oh, ik heb er 3? Holy damn. Even goed onthouden welke je ook weer hebt. Oh, Claw? Maar maakt dat uit? Nou, niet per se. Alleen, als je dan straks er nog eentje vindt, dan... als het dezelfde is, dan krijg je weer dezelfde Pokémon, zeg maar. Oh, nice. Ik heb een Apom. Ja, oké. Okay. Ja, dat snap ik, maar ik bedoel, dat zie ik dan toch van, oh, ik heb al een Apom, oh. Ja, dan weet ik, okay. Deze trial heb ik al. Ik noem hem Cappy, want in de... Wat je speelt, je speelt Mario Odyssey. Dat ook. En in de anime had Apom altijd Ash en Cap op. Dus vandaar, Cappy. En vind ik gewoon een leuke naam, oké? Okay? Nee. Bijna nee. Hater. Skullfossil. Oké, okay, wat wordt dit? Nee, oké, okay, dan wordt het geaccepteerd. Granny Dos, maar die mag ik helemaal niet.
Oh nee, wacht. Nee, ja, dat, hij wordt never nog mind. Gerandomd. Een Ommestar, die mag ik wel. Ja. De ster van oma. Ja. Dat is echt vies. Ik noem deze opa ster, zoals ik hem vaker noem. Oké. Okay. Dus. Wat? Oeh, misschien had ik deze wel in mijn party voor... Oh, ik heb Underwood nog in mijn party. Ah, godverdomme. Moet ik dat nou helemaal opnieuw doen? Ja, kutzooi. Oké, okay, nou, dat weet ik dus. Niet eruit lopen. Ik haat mijn leven. Ja, dat snap ik. Ja, Fossil, volgens mij is dit waar die, die Amori... Oh nee, dit is Tyrant. Niet de verkeerde. Een Gauntlet is Ghost... Of ja, dat bedoel ik. Ghost Ground, geloof ik. Klopt dat? Staat erbij als... Ik denk Ghost Rock. Ja. Nee, Ghost Ground. Ground Ghost eigenlijk, ja. Maar... Wie boeit nou first typing en secondary typing? Voor een Soul Link, ja, oké. Okay. Ik noem hem illegaal, dan weet ik dat ik deze niet mag gebruiken. Ja, en met een beetje geluk kan je in de Pokémon Center nog een ander fossiel kopen. Nee, daar had ik al gekeken. Ah, slim. Want ik had dus niet door dat hij dit hem al was. Ah. Dus ik was eerst naar de Pokécentrum gelopen. Maar hey, we hebben nog zat andere keren. En volgens mij had jij ook 2 wel en 1 niet, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, dus dan hebben we allebei 2 die we wel mogen gebruiken en 1 die we niet mogen gebruiken. Die Ommestar, dat is best wel een goede Pokémon overigens. Ja, ik zit ook te twijfelen om die toch in mijn team te doen. Voor Anorith misschien zelfs. Ja, dat zou ik zeker doen als ik eerlijk ben. Nee, Armaldo. Maar Armaldo. Ja, dan is het een keuze die je moet maken. Ja. En ik heb natuurlijk ook al lichtpuntje. Wil je liever Rock Buck of wil je liever Rock Water? Ja, maar water heb ik dus al. Ja, dan kan je misschien... En Buk nog niet. Armaldo. Dan kan je misschien de beste Armaldo houden. Aan de andere kant, ik ga nu... ook weer... Aumora terugdoen, want mijn Sneasel is natuurlijk dood. Mm-hmm. Dus misschien... Oh ja, ik heb een Torterra verloren! Auw, waarom moest ik nou weer in de devbox kijken? Dit doet pijn. Oké, daar gaan we gauw weg. Nee. Ja, misschien... Ja, die ice-typing is ook wel handig. Ik heb nu alleen rock 1 keer dubbel. En grass 1 keer dubbel. Oké, nou dat is op zich fijn. Dus op zich denk ik dat het beter is om dan Aurora te hebben. Anders heb ik water ook nog dubbel. Ja. Ik ga gewoon in de trial lopen. Wacht, eerst even checken. Maar toen hou jou ontmoeten, zeg maar. Moest je toen de Festival Plaza in die hele tutorial doen? Yeah. Ja, oké. Okay, bij mij zei hij waarschijnlijk zoiets van... Oh, hé, je weet al hoe het werkt. Chill. Want ik heb dat dus allemaal niet gedaan. Ja, ik heb het al een keer gedaan toen ik mezelf kapot zat te ergeren omdat ik alleen maar eventjes wilde trainen. Ja. Van nee, ik drukte per ongeluk. Ik wou gewoon safe, ik wilde niet op. Dat was een beetje hoe ik toen klonk. Dus, ah, okay. Dit wordt sowieso het intro moment. Nee. Ik kan dat ruiken. Nu ga ik expres niet als intro moment doen. Gast. Ik heb een tas. Yes. Oké. Oh ja. Ik heb een 4-H bag. Ja. Nice. Ik moet nu als het goed is tegen de totem. Oh, gun mij deze keer alsjeblieft niet zo'n moeilijke totem als de vorige aflevering. Ik gun het je. Nu de Pokémon Randomized Seed Game. Ja.
Geef me een Caterpie of zo. Ja. Oh, een Boldore. Oké. Loopt die Stoutland niet ook echt heel erg traag? Ik mag niks doen van de... Oh ja, nu wel. Oh nee, dat valt mee. Oeh, hij doet Iron Defense. Dat is wel zwaar, kut. Oh, ik heb de Mago Berry. Ik dacht dat het veel lastiger was. Oh, je moet nu meerdere ingredients. Was het in Sun and Moon niet dat je één ingredient moest die steeds... Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat je steeds op verkeerde plekken zocht, zeg maar. Omdat je niet verder kon zoeken. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Doe me iets van bij. Nu kan ik echt goed een Pokémon met Surf gebruiken. Ik heb niet opgelet, maar moet ik gewoon naar Kyawe? Nee, je moet in een van die bosjes moet je een berry plukken. Bosjes met bloemen, daar kan je iets plukken, zeg maar. Ja, ik denk misschien is dat zo'n soort habit encounter. Achtig iets, maar nee. Met de derde ding kan ik je wel helpen. Met de derde ingrediënt. Daar weet ik precies welke je moet hebben. Oké. Okay. Wat doen al die waarom krijgen we cutscenes van Pokémon die ineens weglopen? Dan heb je waarschijnlijk de verkeerde gekozen tussen haakjes. Daar moet je straks tegen vechten. Oh, je kunt het verkeerd kiezen. Yep. Nee. Wel. Fuck. Oké, okay, welke Sudowoodo is net? Die ene die er duidelijk niet op een Sudowoodo lijkt. Die staat rechts onderin. Dan moet je dus terug naar Mallow lopen. Want als je dus de andere kant eruit loopt, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. En dat had ik dus straks. Is Flash Cannon wel special? Ja, Flash Cannon is wel special. Lekker voor je, Boldore. Oké, ik heb een trial gewonnen. Ja, nu zie ik het wel. Nu zie ik wel dat hij anders is, inderdaad. Ik zag het eerst. Nice. Maar... Nee, al die Sudowoodos lopen nu ook naar de tree toe. En dit was de goeie. Dan heb je niet de goeie gekozen. Nou. Mega Alakazam? Oh nee! Waarom heb ik niet gewoon de goeie gekozen? Maar dat is niet eens de totem, hè? Nee, dat weet ik. Misschien doet hij teleport de hele tijd. Ineesus, dat is... semi-oké. Oh, it won it KO. Dat is het voordeel van een bug-type hebben. Ja. Yeah. Goed dat je hem niet weg hebt gedaan. Precies. En veel XP, denk ik. Ja, hij is ook wel een leveltje omhoog. Maar dat moest ook wel, want hij was het laatste level. Dus dat is mooi. Oeh, ik heb Fire Fang gekregen. Dat kan nog best wel eens van pas komen. He went and took the mango berry that Fomentis had its eye on. Oh, fuck jou. Ja, nu gaat die comfy moeilijk doen. En dan heb ik straks ook nog een Sudowoodo die ik moet bevechten. Ik haat deze trial. Mag dat? Mag ik een haatcomment plaatsen? Niet onder de video. Voor deze trial. Nee, voor deze trial. Nou, vooruit. Yes. Gelukkig is het een Poliwrath en heb ik een omelet. Wanneer evolueert omelet eigenlijk? Met een Leafstone. Echt? Oh nee, wacht. Niet in deze game natuurlijk. Zal ik even opzoeken hoe dat met Execute zit in deze game?
Ja, doe maar. Ja, ik was zelf ook al aan het opzoeken. Ja, maar Sander, jij loopt achter en jij moet gewoon doorspelen. Ja, dat is Leafstone, maar ik zocht eigenlijk generatie 7. Oh, ook met de Leafstone. Nee. Ja, ja. Met een Leafstone. Maar dan krijg ik de Dragon variant dus. Ja, ja, ja. Dat is op zich wel vet. Dus dan ben ik mijn Psychic type wel kwijt. Dat klopt. Maar je hebt wel de Dragon variant. Maar de Dragon type is wel beter, denk ik. Dat denk ik ook wel. Zeker omdat je niet zo heel snel... Ja, of je moet een Palkia vangen. Of een Kyurem. Maar anders niet zo heel snel aan een Dragon gaat komen. Dat is waar. Goodra zou nog kunnen. Is dat Water Dragon? Nee, Poison Dragon volgens mij. Oh, en Poison mag ik natuurlijk ook, ja. Heb ik nou gewoon alles fout gedaan in deze trial? Jij zei rechtsonder. Goodra is niet Poison, die is Pure Dragon. Ja, rechtsonder staat die ook. Die bitch. Of juist niet eigenlijk, want het is de nepper. Oh. Nee, die was goed. Oh, ik krijg wel de trial. Ik hoef niet alles opnieuw te zoeken. Gelukkig. Oh, het was alleen zonde dat ik al die Pokémon moest bevechten. Maar die Sudowoodo hoefde ik inderdaad niet te bevechten. Ah, yes! Wat is het? Een Bellsprout. Bellsprout. Oh mijn god, er komt een Pokémon tegen die ik mag vangen, die ik wil. Oké, dat is chill. Infernape. Wat? Nice. Oh, Sleep Powder. Oh, ik had niet te vroeg moeten juichen. Ik heb te vroeg gejuicht. Kwikballetje op die bitch. Kom op Infernape, gun mij. Oh, Venusaur. Ik heb de Infernape. Misschien kan ik beter gewoon mijn ijskoud. Het is alsof ik tegen de muur praat. Die. Oh, die. Nee, duidelijk. Inzet. Ja, 2 grass poison types. Je kan dit. Oh, hij is natuurlijk ook rock, dus ding is super effective. Grass types. In eerst Venusaur, want die is het sterkst. Ik noem hem Donkey Kong. Nee. Als de poison 14 damage doet, dan ben ik dood. En hij is koud. Oh. Oh. 5 HP. Oeh. Lucky girl. Oh. Ik ben geen girl, maar oké. Okay. Ik doe het ermee, puur omdat ik in paniek ben. Acid, ja dat mag. Dat doet niet zoveel. Die Razorleaf, hou op met je tyfus Razorleaf. Sorry. Wauw, Sander, weet je wat er nou gebeurt? Nou? Kom ik in het gras in dezelfde route Monferno tegen. Oef. Maar ik heb de Infernape al, dus ja. Ik ga naar Superstar, want dat is Flying. En Flying is ook super effective. En ik durf niet langer met Aurora Moro in te blijven. Het is ook nog geen Aurora Mora. Amor. Het is nog Aurors. Oh, Aurora. Zapdos, wat? Die mag ik niet. Ja. Oh, nee. Oh, Zapdos met Drizzle? Dat is... Dummy OP. Thunder. Guaranteed Thunder hit. Oh. Ik hoop niet dat ik tegen een keer tegen een Zapdos trainer moet. Want dan die zeg maar dat je er safe wegkomt. Ja, ja maar ze kunnen 2 abilities hebben, toch? Ja, ja, ja. In deze game. Maar die is fucking goed. Die Drizzle. Holy shit. En daarvoor ga ik weg. Oh, ik kan gewoon wegvliegen, bedenk ik me nou net. Yep. Naar Heia City. Sander, ben je bijna klaar of niet?
Ja, ik denk het wel. Ik heb Iron Defense niet geleerd. Ik weet niet of het heel erg is. Oh nee, dat is niet zo heel erg. Het is niet eentje die ik zo snel zou gebruiken. Snap ik. In Pokémon Crystal is... Het was meer... Sorry? In Pokémon Crystal is de move Rage echt fucking goed. Dat wou ik even zeggen. Want? Want... ja, hij doet gewoon redelijke damage normaal. Alleen op het moment dat jij zeg maar gehit wordt in diezelfde turn, wordt Rage zeg maar de volgende keer beter. Dat is fucking goed. Die hebben ze daar nog niet genervd. Dus is, je kan gewoon, als je twee keer geraakt bent, kan je gewoon door de hele team heen sweepen met Rage. Wow. Oh mijn god, weet je wat de ability van mijn Infernape is? Dat ga je me nu vertellen, hoop ik. Aftermath. Oeh. Dus als hij dood... Stel, je komt ooit in een hele kutsituatie, hè? Stel, hè? Mm-hmm. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar stel. En je, dan zou ik Infernape misschien haast wel opofferen, puur omdat hij Aftermath heeft, zodat je niet meer Pokémon verliest. Dan zou je dat als tactiek kunnen gebruiken. Ik eigenlijk gewoon. Klopt. Oké, nu heb ik echt een probleem. Er is een Palossand. Ja, Palossand, ja. En... Ja, daar moet ik dus tegen vechten. Maar mijn Water type is ook een Electric type. Ja, dat is wel een dingetje, ja. Maar ja, je bent wel sneller dan een Palossand, denk ik. Ja, maar ik moet dus switchen, want mijn Staravia staat nog in. Is dat de enige die Pokémon die je nog moet verslaan, of is de die andere er ook nog? Het is de ally. Wat was je totem ook alweer? Bellsprout, maar die is inmiddels dood. Oké, dus je hebt alleen nog de Palossand. Ja, of ik moet Grass, Psychic. Oh nee, want hij is ook Ghost. Ja, maar weet je wat het voordeel is van... misschien kan je het beste gewoon een Fly aanval doen. Want als je in Staravia blijft... Dan kan hij jou niet hitten met een ground move. En niet met een ghost move. En niet met een ghost move, want je bent normal. Oh ja, daar had ik helemaal niet over nagedacht, joh. Dan, ik had alsnog wel beter kunnen healen, denk ik nu. Want hij heeft Mega Drain, dat wist ik. Dat hij die had. Oké, ja, nu doet het bijna geen effect. Ja, maar mijn Aerial Ace ook niet. Oh. Wat heb je nog meer voor aanvallen? Aerial Ace, Wing Attack, Quick Attack, Double Team. Ja, dat wordt wel pittig, ja. Volgens mij is Aerial Ace de beste move die je hebt, of niet de sterkste. Ja, Aerial Ace en Wing Attack zijn beide 60, alleen Aerial Ace kan nooit missen. Ja, en... Aerial Ace is het dan, dat je moet doen. Ja, dus sowieso Aerial Ace. Misschien eerst Double Team, zodat hij mist... Dat zou ik kunnen doen. Ik weet niet of het slim is alleen. Oké, ik ga het toch een keer doen. Gewoon voor de... Je kan het, Sander. Ik denk, want ik kan nu alweer wat hits tanken. Maar het is vooral dat hij Mega Drain doet. Dat hield hem ook weer. Dat is het vooral. Mhm. Als hij een alleen attacking move deed, dan was het niet zo'n probleem. Dan kan je het beste inderdaad dubbel teamen, dat hij die Mega Drain niet raakt. Ja. We zijn inmiddels al 40 minuten bezig met deze aflevering. 40 minuten? Mm-hmm. Oeps. Ja, en ik ga expres niet verder. Ik wacht nu. Nee, gewoon. Snap ik. Maar mijn kant is ook entertainment genoeg. Nou ja, en jouw facecam dan, natuurlijk. Dat klopt, ja. Ik ga kijken of ik een shiny kan tegenkomen. Ik heb hier alleen geen horde hunt. Dat doen ze hier niet aan. Nee, dat is kut. Ik kan wel proberen of ze... Oeh, een Gengar. Hallo, Gengar.
kan die Gengar alleen niet raken natuurlijk. Ik heb twee evasiveness op en hij heeft nog geen één keer gemist. Ik ga super potion doen. Dat duurt echt lang. Oké, hij mist nu. Het is ook nog gewoon nadegen dat ik die poison heb. Waardoor ik regelmatig moet healen. Ja, dat is best nadelig, ja. Mega Drain, oh. Ik ga toch nog een keer dubbel team doen. Hij hit me toch nog net iets te vaak. Ja. Deed hij nou Sand Attack die miste? Kan Sand Attack missen? Misschien heb je een ability die dat soort dingen negeert of zo. Nee, er stond echt attack mist. Oh. Ja, maar dat kan door een ability komen misschien. Ik weet het niet. Oké, ik heb nu 4 evasiveness up. Ben je bijna klaar of? Mogelijk niet. Maar mogelijk ook wel. Ik zou dan gewoon switchen naar. Maar nou, evasiveness is alleen voor Staravia, hè? Ja. Ja, dat is echt kut, dan duurt het vaak niet lang. Ah, ik denk wel dat het nu wel lukt. Als hij niet de hele tijd Mega Drain hit, ik zei niet. Godver. Kijk, mijn Aerial Ace doet wel redelijk wat. Dat is in principe het probleem niet. Alleen hij hield net zoveel weer terug met zijn Mega Drain, zowat. Ja. Dan zou ik gewoon blijven spammen bijna. Ja, dat doe ik ook, want anders kan ik echt niks. En ik moet healen omdat ik die fucking poison heb de hele tijd. You mad, bro? Nou, kijk, weet je, eerlijk, ik denk dat ik dit sowieso ga winnen. Dat is het probleem niet. Het is alleen dat het zo lang duurt en daar kan ik slecht tegen. Ik ben ongeduldig. Je kan het, Sander. Oké, Palisand heeft wel net gemist. Dus heeft hij niet geheeld. Ja, ik denk echt wel dat Sand Attack in deze gen kan missen. Want hij heeft alweer gemist. Heftig. Aerial Ace Palisand is neer. Het duurde even. Maar dan heb je ook wat. Dus je kunt. Ik heb een dikke SOS battle opgezet om een shiny te farmen. Maar toen was het af. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Voor het kijken naar deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga dan even naar zijn kanaal onderin de beschrijving. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos.